Rob, hoeveel meer hadden jullie hiervan voorgesteld? Nou, een heel stuk meer. En natuurlijk kennen we de situatie waarin we zitten en die is niet makkelijk. Maar we hadden echt voor de wedstrijd wel iets van, dit gaat ons niet gebeuren. Dus we hadden er zeker meer van verwacht. Maar de realiteit is dat we niet goed genoeg waren vandaag. Waarom brak het aan, hoofdzakelijk? Nou, heel kort door de bocht dat we niet goed genoeg waren. Ik kan de jongens niet verwijten qua instelling. De jongens hebben echt geknokt. Maar dan speel je ook nog eens tegen tegenstander die heel erg goed was. Hè. Dat is misschien ook wel ons manco geweest, hè, dat we ze te veel hebben laten voetballen. Maar heel kort eigenlijk, ja, ik denk dat we gewoon niet hebben kunnen brengen wat we wel kunnen. Hè. Dat geloof en dat vertrouwen is recht wel. Alleen we zitten in een situatie dat het allemaal net wat moeilijker is. Ja. Dan hoor ik mensen wel eens zeggen, ga terug naar de basis qua organisatie en qua passie, stukje karakter tonen. Echt kaart van je afbijten. In hoeverre is dat vandaag gelukt? Met momenten. Maar ik kan me voorstellen dat supporters daar anders naar kijken. Maar dat heeft ook te maken met de kwaliteit van Feyenoord, die in het positiespel erg goed is en ons niet altijd in duels liet komen. En daar hadden we moeite mee. Ja. In hoeverre verwijt jij jullie iets aan het plan wat is gesmeed voor deze wedstrijd? Ik kijk altijd in de spiegel. En volgens mij heb ik het al vaker gezegd. Wij voelen ons als staf heel erg verantwoordelijk. Maar ik denk dat... je maakt van tevoren een plan en we zijn best wel lang eerste helft nog in de wedstrijd gebleven. Eerlijk is eerlijk, dat kwam ook wel dat het Feyenoord wat kans heeft gemist de eerste helft. Maar ik denk niet dat het of met een plan te maken heeft, maar het heeft gewoon met de situatie te maken waarin we op dit moment zitten. Ja. Hoe zorg je er nou voor dat er een stukje vertrouwen in de ploeg komt, los van het punten pakken en daardoor zelfvertrouwen krijgen? Nou, dat kun je doen op trainingen, dat kun je een bepaalde houvast geven aan die spelers, om een bespreking te houden. Er zijn er verschillende manieren voor, maar het belangrijkste is misschien wel dat er gewoon snel duidelijkheid komt voor de club met betrekking tot de nieuwe trainer. Ja. Of dat dan jij dat dan wordt, eventueel tot de winterstop bijvoorbeeld, of een andere persoon? Nee, ik ga dat niet worden. Nee. Assistent? Ja, maar dat is ook afhankelijk van wat de nieuwe hoofdtrainer wil.